Ik ga proberen mijn rijbewijs opnieuw te halen, maar met een handicap. Oh, wow. Ik heb inmiddels 7 jaar mijn rijbewijs en ben dus officieel een ervaren bestuurder. Yeah, baby! En dat betekent maar 1 ding. Ik mag met iets meer alcohol achter het stuur duiken. Nee, dit betekent vooral dat ons mooie landje mij vertrouwt op haar wegen. Maar ben ik wel te vertrouwen? Laten we dat eens testen met een examinator. En Jeroen. Wat is 6 keer... Ja, ik heb oprecht een trauma aan mijn rijexamen, omdat ik er 7 keer over heb gedaan. Lang verhaal. Ik reed in ieder geval elk examen steeds slechter en had flinke faalangst. En oh ja, fuck het CBR. Echt waar. Ik moest 2 keer een half jaar wachten tot ik weer kon afrijden. Ah, dus je merkt het wel. Het zit me hoog. En vandaag laat ik jullie zien dat ik echt wel kan rijden. Er zijn een paar onderdelen die Jeroen en ik zouden moeten halen. Voertuigbediening. Hoe goed besturen we de auto? Je weet wel. Remmen, gassen, schakelen, spiegelen. Makkie toch? Maar tijdens ons rijexamen doen we ook een half theorie-examen. De examinator kan elk moment iets vragen over borden en verkeersregels. En dat moeten we weten. Maar dan wordt het moeilijk. Als we denken dat we het goed doen, is het tijd voor een vragenvuur. We krijgen allemaal willekeurige kennisvragen die we snel en goed moeten beantwoorden. Terwijl we geconcentreerd blijven rijden. Multitasking, daar zijn wij mannen goed in. Uh-oh. Wat doe jij? Uh-oh. En als klap op de vuurpijl, de echte handicap, rijden met een koptelefoon op. Hierdoor horen we niks. Krijgen we geen aanwijzingen. Moeten we zelf navigeren en kan de examinator ons stiekem uitlachen. Ja, hij heeft het nooit hoor. Hij heeft het gewoon. Oké, okay, nou, daar gaan we dan. Here goes nothing. Hier gaan we. Zit me net iets onzeker achter dat ze zeggen. Nee! Oh, wat is nee, dit nou? Nee! Nou, zie je daar een bruggetje aankomen? Mag je zo schijn? Stilstaat, dan mag je helling proef doen, man. Oh nee. Ik haat de helling proef. Ik ga liever file parkeren. Je begint met de rem ingedrukt houden. Ja, ja. Dan zet je hem in de 1. Terwijl je de... Oh, ik weet het al, ik weet het al. Zo. Ja! Ja! Zo! Hij was hem! Gaan wij rotonde naar links, man. Mag ik hem dan ook links nemen? Ja, van mij. Ja. Als het kan. Als ik je nu vertel, hè, dat je niet goed gekeken hebt. Oh shit. Dus wacht even, het is binnenspiegel. Link, buitenspiegel. Ja, en dan schouder. Ja. Komt-ie. Ja, gooi hem er even in. Zo. Heel goed. Nou, ik vind dit allemaal veel te langzaam gaan, dus ik ga hem er even langs gooien. Hey, wat betekent deze borden eigenlijk? Dat is, pas op, bord, er staat bord. Je rijdt dan best wel oké. Okay. Best oké. Okay. En er zijn verbeterpunten natuurlijk, hè? Ik vind dat ik keurig netjes rijd. Zit je de slinger over die weg? Hé, hey, ik moet toch ritsen? Kijk nou maar die... Oh, doe jij nou? Nee, maar dat heb ik wel. Ik slinger wel vaak, oprecht. Hé, kijk, collega's. Even laten zien wie de baas op de weg is. Wat betekent dit bord? Pas op, gevaarlijk kruispunt. Pas op, dit is gewoon... Wat betekent die M daar, Jeroen? Wat is dat? Lunch. Ik heb een mooie theorievraag voor je. Zeg voor, hè? Het verkeerslichten doen het niet. Mm-hmm. Waar moet je op letten? Dat hij niet keihard geramd wordt door een bus. Gewoon bij beide verkeerslichten gewoon rechtdoor. Ah, deze man luistert ook gewoon niet. Beide verkeerslichten rechtdoor. Ah, maar ik ben echt... Ja, maar dat is echt iets tijdens een examen. Je luistert, maar je doet het gewoon niet. Nou, zeggen ze ook bij het CBR, hè? Mag je in deze staat, mag je keren. Gaan we file parkeren. Nee. Ja. Ja, oké, wacht. Tussen die twee voorste auto's hier, hoor. Heb je lekker veel ruimte? Jeroen, hoe lang is dit geleden dat je dit voor het laatst hebt gedaan? Ik heb letterlijk sinds mijn rijles niet meer gefile parkeerd. Kijk, ik zet hem gelijk met de stoeltjes hier. Nee, dit is helemaal kut. Dit is veel te... Ik sta veel te ver naar voren. Finesse je hem nou? En je mag steken, hè? Je mag steken, je mag corrigeren. Je mag altijd eventjes corrigeren. Een stoembroodje gepakt, helemaal kut. Ja, hij staat kaasrecht. Is dit een voldoende? Dit is gewoon voldoende. Nee. Waarom is het nou niet voldoende? Ik heb niet goed gekeken, denk ik. Dat is het. Ja, spiegel en zo. Dat is het. Zo. Huppakee. Zo jammer weer, hè? Kniplicht, hè? Dat doe ik ook al vaak. Ik ben heel vaak te lui met kniplicht. Gewoon geen zin meer in of zo. Oh. Er is geen zeberpad, meneertje. Weer geen knipperlicht, hè? Zo, ah, shit, zo. Ik vergeet dat steeds. Oeh, deze oma begint nu wel op mijn geduld in te spelen. Aan de kant of in de krant, mevrouw? Stopbord. Moet ik dat 2 seconden stoppen of moet ik dan... Dan moeten we altijd stoppen, okay, al is die hele weg leeg. We moeten stoppen. Ik weet het. Oh. Oeh, is dat een ingreep? Wat was dit? Kijk eens. Kijk eens naar je buitenspiegel. Wat staat er? Was dat een stopbord? Ja, man. Oh, ik moet stoppen. Nee, ik stop nooit voor een stopbord. Ik doe dat niet, hoor. Je gaat hier wel heel snel voor. Jeroen! Ik was even niet op die rotonde aan het letten. Holy shit, joh. Maar, het is gewoon net vrouwtje. Kijk, dan zie ik een mooi bruggetje hier. Ja. Mag je je helft op meedoen? Nee, het ging zo goed. En deze is wat stijler. Oké. Okay. Let's go. Hij mag niet naar achteren rollen, hè. Koppeling. Grom. Zo! Ja. Let's go!
Let's go! Damn! Lekker geparkeerd. Goed file parkeren. Damn! Jongen. Wat doe jij? Als je nou een klein stukje achteruit gaat, kijk maar naar het bord hier. Oh nee, uitgezonderd lijnbussen, beweegbare obstakel! Zag jij hem? Ik remde helemaal niet. Zag jij hem? Ik remde. Nee, dit is een afgang hoor, dit is echt wel een afgang. Deze kunnen we ook niet wegstrepen als schoonheidsfoutje. Mag, hier even, mag je bij de auto stoppen, mag je een bochtje achteruit doen? Een bocht achteruit? Ja. Dit hadden ze nog niet toen ik rijles. Nee, toen deden ze nog niet achteruit bochten. Binnenspiegel, buitenspiegel, schouder. Yes. Kusje, vergeet kusje niet. Chefskist. Was op zoekje daar. Ah, te laat ingedraaid. Deze is voor het effie. Deze gaan we opschrijven. Deze is voor het examen. Ik zie de bocht in mijn spiegel. Kan ook puur en alleen maar naar het spiegeltje kijken. Spiegel in schouder. That's how it's done, baby. Ja hoor. Dit is voor mij ook wel even geleden. Zo, kijken. Ja! Strak hoor. Zo, strak, je hoeft hem niet strak, eens opnieuw hoor. Te steken, gek. Strak hoor. Zullen we het even opnieuw doen? File parkeren? Gaan we doen. Je vergeet wel iets. Wat te vergeten? Heb je kniplicht aan? Ja, dat kan. Kniplicht? Welk kniplicht? Oh, dat ik hier. Dan weten mensen inderdaad wat je gaat doen. Ja, kan je jezelf verbeteren, jongen. Ja, deze kan heb ik. Voldoende worden dit. Ik ga hem een heel klein beetje verder naar voren zetten, zodat ik iets meer tekenruimte heb. Dan zetten we hem in de achteruit. Kijk weer in die spiegeltjes. Auto's en fietsers die eraan komen, dat moet je niet willen. Moet ik helaas een ingreep doen, man. Hoezo? Wat is dit nou weer? Iedereen naar voren dan. Kijk, nu wacht je natuurlijk gelukkig. Oké, dan mag. Maar hij was nog heel ver weg net. Ik vond dat hij nog ver weg was. Ik kom nog even één keer zo naar voren. Nou, hier ben ik tevreden mee. Is goed, tevreden mee. Is dat goed? Kaas. Nice. We strepen hem weg als een schoonheidsfoutje. Ja, je moet van tevoren nog even checken of er niet kinderen achter die auto zitten. Dus als je daar inderdaad een kindje fietst, dan moet je die wel even in de gaten aan. Het kindje kan ook oppassen. Ik zeg altijd maar zo, aan de kant of in de krant. Zo, richting gaat aan. Nog even over het schoudertje heen kijken. Weet je wat, dit gaat nog wat te makkelijk. Tijd voor het vragenvuur. Multitasking. En het lijkt makkelijker dan het is. Waar staat de afkorting CC voor? Content creator. Waarvoor staat de term EHBO? Eventjes. Heel erg. Pijn in mijn... Nee, wat? Waar staat afkorting wifi voor? Wireless internet... Wireless fidelity. Hoe noemen we met een geleerd woord een organisme dat vlees eet? Planten eet. Nee, wat? Welke rivier stroomt Amsterdam? De Nijl. Welke Duitse stad heeft een luchthaven? Hamburg. München. Wie schreef het toneelstuk Romeo en Julia? Shakespeare. Wat is 6 keer... Holy shit! Holy fuck! Ik heb nooit gezien dat hier stoplichten stonden. Ik dacht ook, maar dit waarom? Ja, het vragenvuur. Fuck! Was dat nou een ingreep? Ja, joh, en of dat een ingreep was. Hoe lang is het Olympische zwembad? 250, 100 meter, 100 meter, 100 meter. 50 meter. Kut! Fuck! Die fucking fietsen. Ik zag hem ook al. Ik zag hem gewoon. Alles gaat op kop verkeerd ineens. Goed, tijd voor de echte handicap. Rijden met een koptelefoon. Dat wordt pure chaos, joh. I can't get no tattoos. Oeh, één hand aan het sturen. Dat is lastig. Ik weet trouwens niet wie het is, maar iemand is je echt... Was met Jeroen een beetje angstzweet. Oké, toch. Hij wil dat ik spiegel volgens mij. Kijk, ineens ook niet meer over zijn schouder heen. Je merkt meteen dat hij een stuk minder veilig rijdt. Maar hoe doet hij nou? Doet hij nou goed of is hij nou allemaal wild? Hij doet het goed. Zo! Met die auto. Ging goed. Chefskis. Ik hoop wel dat er nog een ingreep is. Ja, ik zit ook te kijken hoor. Eigenlijk makkelijker zo. Ik hoor jou dat niet zeiken nu. Ga je nou voor? Jij mag voor hoor. Doe maar. Ik had hem. Hey, yo! Joh, ik kent hem gewoon. Oh, yo! Wow. Zo. Leven flits bij me voorbij. Wat is dit nou weer? Ik weet echt niet wat dit bord betekent. Ik heb geen flauw idee. Die met z'n drieën naast elkaar fietsen! Ja, dat is het probleem hier ook. Mag doe niet! Maar, doe maar inhalen voor een kruis. Ja, dit mag niet, hè? Jeroen, zie ik nou een vlaggetje? Ja, hij heeft het door hoor. Hij heeft het vlaggetje. Oh, zie ik nou een vlaggetje daar? Volgens mij moet je omletten, vriend. Oh, en je rijdt er voorbij! Oh shit! Ja! Oh! Helemaal naar het vlaggetje wijzen. Ja hoor. Ik ga die papiertjes even ophalen, jongens. Nou, rijwijsje in de pocket, dacht ik. Dacht het niet, hoor. Maar dan zijn we geslaagd. Of kunnen we wel weer een lesje gebruiken? De eindbeoordeling.
stelling. Ik ben benieuwd. Hoe hebben wij het gedaan? Hoe vond je het zelf? Ik vond dat jij beter deed dan ik. Ik heb meer ingrepen gehad. Maar voor de rest vond ik niet dat ik het slecht deed. Ik had mezelf een rijbewijs gegeven. Weet ik niet of dat zo slim is, maar als je 4 ingrepen hebt. Maar ja, ik ben vooral benieuwd de expert. Als het voor het ergste zou zijn natuurlijk, dan zouden jullie allebei gestart zijn. Nee! Maar wie reed er beter inderdaad? Dan ben jij de winnaar. Dat is zeker. Let's go! Yes, alweer gezakt. Hoppa. Yo, dikke shout-out aan deze rijschool. Check een link in de beschrijving. En oh, we hebben ook een rondje door heel Nederland gereden om de beste McDonald's te vinden. Dat wil je zien, joh. Dus klik nu op deze video op je scherm. Hup, kom op. Doe het, joh.